Nou, we zijn aangekomen in bed. Ja, we zijn meteen in bed beland. Ja, lekker. Welkom in mijn bed. Nou, gezellig. This is where the magic happens. Ja. Als jij queer bent, dan maakt het niet uit of het een man of een vrouw is. Of, of iemand die in het verkeerde lichaam geboren is, zeg maar. Het gaat om het gevoel wat je erbij hebt. Ja, en ook heel erg om de context. Hier dus een gat en dan komen dan mijn tepels uit. En dan met je blote tetten zit je in dat shirt. Ja, ik draag eigenlijk bijna nooit BH's. Toevallig heb ik er nu een aan, maar... Oké. Ik draag het bijna nooit. Ik krijg de hekel aan. Moet ik dat nu ook gaan doen, of... Wat je wil, kan. Maar ja. Doe vooral niet iets waar je je niet comfortabel bij voelt. Ik probeer eerst wel eventjes met BH. Ja. Nou, stop me maar in een pak. Ja, ik zou echt wel graag een keer zo, zou wel graag mee willen, zeg maar. Of echt zo'n feest beleven ook zo. Ik denk dat ik wel, dat ik, ja, dat ik me er wel oké bij zou voelen. Ja, maar zelf zou ik wel echt hebben dat ik dan mijn andere persoon voel. Ja. Dat ik nu niet meer echt Puck ben of zo, maar dat ik nu dan, ja, hoe heet het? Je een dragnaam verzinnen. Ja, dat ik nu Puckelino ben of zo, weet je wel. En dat ik nu wel, ja, nu zou ik dan wel gewoon echt uit mijn panty kunnen gaan. Nou ja, dat was, dat was de makeover van Puck. Puckelino bedoel ik. Puckelino. Puckelino in the house. Puck. Fuck Puck. Hey. Porno Puck.